In 2018 werd hier in Groningen het eerste protonentherapiecentrum van Nederland geopend. In dit centrum van het UMCG kunnen patiënten worden behandeld met protonentherapie. Maar wat is dit eigenlijk precies? Dat ga ik vandaag ontdekken. Hallo, welkom in het protonencentrum. Ik ben Anne van der Hoek, radiotherapeut. We zijn hier in het protonencentrum. Wat gebeurt hier precies? Ja, in dit protonencentrum worden mensen bestraald met protonen. Een nieuwe bestralingstechniek die we nu sinds 4 jaar hier doen in het UMCG. En je bent zelf radiotherapeut. Wat houdt jouw werk dan precies in? Wat je dan als radiotherapeut precies doet, is dat je de patiënt op de poli ziet. Je vertelt hoe een bestralingsbehandeling eruit ziet. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je samen met de laboranten eigenlijk het bestralingsplan maakt. Dat je met behulp van scans die van tevoren gemaakt worden precies bepaalt waar zit de kanker en wat ga ik bestralen. Ik ken de misschien wat meer bekende therapie fotonentherapie. Wat is precies het verschil tussen protonen en fotonentherapie? Fotonen, dat zijn eigenlijk dat is een hele sterke vorm van röntgenstraling. Dus gewoon het maken van een gewone longfoto of een CT-scan. Alleen dan vele malen sterker. Protonen zijn ander soort deeltjes, zijn elektrisch geladen deeltjes. En die geven op een hele specifieke punt geven zij hun bestraling af. En omdat met protonen is het zo dat de bestraling heel precies wordt afgegeven. Dus dat de gezonde weefsels, de gezonde cellen, veel minder bestraling krijgen. Nou Anne, we zijn hier in best wel een indrukwekkende ruimte. Kun je mij vertellen wat hier precies gebeurt? Ja, dit is de bestralingsruimte, dus daar waar de bestraling ook echt plaatsvindt. Patiënten liggen op deze tafel hier, met het hoofd aan die kant. En dit is het apparaat dat dan zo ronddraait en wat dan de bestraling afgeeft. Voordat patiënten kunnen beginnen met de bestraling, moet eerst altijd heel goed gekeken worden of ze ook echt goed liggen. En dat betekent dat er van tevoren worden er scans of foto's gemaakt. Dat is ook als ze op die tafel liggen. De laboranten, dat zijn de mensen die de bestraling uitvoeren. Die tijdens het maken van de scans en de foto's zullen ze achter dit raam staan. Dus dan zijn ze nog in de ruimte. En op het moment dat die scans goedgekeurd zijn, dat de patiënt ook echt helemaal goed ligt, dan gaat de bestraling plaatsvinden. En dan zullen de laboranten de ruimte uitlopen en wordt de patiënt bestraald. Hoe is het dan voor de patiënt? Die komt hier. Ik kan me voorstellen dat het best spannend kan zijn. Hoe gaat dat in zijn werk? Stel je ze ook op hun gemak? Ja, dat is zeker de bedoeling. We merken ook dat de eerste keer dat patiënten hier komen, is het inderdaad, wat jij ook zei, heel indrukwekkend. Het is een groot apparaat. Mm-hmm. Nou, daar hebben de laboranten, die weten dat. Dus die nemen daar ook de tijd voor om ze goed voor te lichten, uit te leggen wat er allemaal gebeurt. Tijdens de bestraling kan er ook contact via de intercom zijn. Dus dan kan er ook precies verteld worden wat er gebeurt, hè, met waar ze precies mee bezig zijn, hoe lang dat nog duurt. En ja, een beetje afhankelijk van hoe de mensen zijn en zeker ook de kinderen. Ja, daar is echt een hele aparte procedure voor om ze echt helemaal op hun gemak te stellen. Met speeltjes, met een boekje, met knuffels. En wat er ook nog kan als patiënten dat willen, is dat er ook nog hun eigen muziek gedraaid kan worden tijdens de bestraling. Zodat ze nou ja, toch een beetje in hun eigen omgeving zitten. Je zei er zijn een aantal voordelen, maar hoe merkt de patiënt dat dan? Voor de kanker is het allebei exact hetzelfde. Dus voor de genezing of de behandeling van kanker is protonen en fotonen hetzelfde, maar het gaat er voornamelijk om dat omdat de gezonde weefsels minder bestraald worden, dat ze daardoor ook minder bijwerkingen kunnen krijgen. En over wat voor bijwerkingen hebben we het dan, die dan dus minder kunnen zijn met protonentherapie? Ja, dat wisselt enorm daar waar je bestraald wordt. Er zijn een aantal indicaties die standaard met protonen behandeld kunnen worden. Dus dat zijn bepaalde vormen van hersenkanker. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld kankers in het hoofd-halsgebied, dus in de keel of de neus of het oor, of borstkanker of longkanker. Daarvan kijken we wat voor die persoon de beste behandeling is. Dus wat we dan doen, is dan maken we een bestralingsplan met fotonen en een bestralingsplan met protonen. En dan kijken we naar het verschil in de straling op de gezonde weefsels eromheen. Alleen, dat is niet voldoende, want met behulp van bepaalde hele ingewikkelde modellen, voorspellingsmodellen, berekenmodellen, wordt dan dat verschil in bestralingsdosis wordt vertaald naar je verschil in bijwerkingen. En als dat voldoende is, dan heeft een patiënt ook echt voordeel van protonen. Stel, ik ben een kankerpatiënt en ik wil graag protonentherapie.
Hoe gaat dat proces dan in zijn werk? Kan ik het zomaar krijgen? Nou ja, over het algemeen maakt het niet zoveel uit of je hier in Groningen of in een ander bestralingscentrum terechtkomt. Het zijn gewoon landelijke afspraken wanneer iemand met protonen behandeld kan worden. Dus je moet het vooral vragen aan je eigen radiotherapeut, eigen bestralingsarts om daar voor in aanmerking te komen. Ik kan me voorstellen, jullie doen dit nu 4 jaar, dat er ook wat ontwikkelingen zijn. Jullie doen geloof ik ook onderzoek. Zou je me daar wat over kunnen vertellen? Waar we eigenlijk naartoe willen, dat is niet alleen met bestralen, maar met alles, is dat we zo voor kankerpatiënten zo gepersonaliseerd mogelijke behandeling willen. Dus op maat gemaakt. Wat we dan ook doen, is dat we van iedere patiënt, dat doen we niet nu alleen van de protonenpatiënten, maar eigenlijk van alle patiënten al heel wat jaren, dat we alle bijwerkingen bijhouden, ook op de lange termijn. En om dan uiteindelijk de behandeling nog beter te krijgen, om nog beter die modellen die we nodig hebben voor het planningsvergelijking, om die nog beter te maken en daardoor nog beter patiënten te kunnen behandelen. En waar ben je nou het meest trots op in je werk? Nou, het is een ontzettend mooie ontwikkeling dat de protonentherapie nu beschikbaar is binnen de behandeling van kanker. En het is van enorm toegevoegde waarde dat je op deze manier eigenlijk een zo goed mogelijke behandeling voor kanker kan geven. Dat mensen, als ze kunnen genezen van kanker, dat ze ook daarna zo min mogelijke bijwerkingen hebben. Anne, wat fijn dat je meer wilde vertellen over protonentherapie en het protonencentrum hier. Ik heb in ieder geval veel geleerd. Ik vond het heel interessant om naar je te luisteren. En ook heel erg bedankt voor je tijd vandaag. Wil jij nou meer weten over protonentherapie? Kijk dan op onze website.